Hoi, welkom op Living Holland Channel en op de Nederlandse podcastserie over emigratie. Het verlangen om te emigreren begint vaak met een vakantiegevoel. Je bent in een land geweest, je komt terug van vakantie en het zoemt nog na. Het resoneert in je hart. Je vond het daar geweldig. En langzaam stijgt het verlangen om in dat land te gaan wonen. Ik denk dat veel mensen zich als ze op die manier gaan oriënteren of emigreren, een beetje verkijken op de werkelijkheid. Maar daar kom ik later op terug. Wat vooral heel belangrijk is, is dat je de juiste reden kiest om te emigreren. En dat vakantiegevoel, dat is dan misschien wel een goede aanzet. Een verlangen wat je koestert en wat je meeneemt. Dat de sfeer op de plek waar je op vakantie was zo geweldig was, omdat het klimaat goed was, de mensen waren zo leuk, weet je. Er zijn 101 redenen die je kunt bedenken om op die plek te willen gaan wonen of in dat land. Maar de reden om te willen emigreren, de belangrijkste reden, ja, dat ben je natuurlijk zelf. En niet die leuke plek in Zuid-Frankrijk of die geweldige stad in Spanje of het leuke, relaxte cultuurtje in Italië. Dat is niet de reden om te emigreren. De reden om te emigreren, dat ben je zelf. Jij moet diep in je hart het verlangen hebben en de droom hebben om ergens anders een andere vorm van leven op te bouwen. Want dat is wat emigreren inhoudt. Van een land van A naar B verhuizen, zoals je in Nederland zou verhuizen voor een baan of zo, dat is ook emigreren, maar dat is niet de vorm van emigratie waar ik het hier over wil hebben. Deze vorm van emigreren gaat echt over dat je je leven verandert. Dus niet van je Nederlandse kantoorbaan naar een Iers callcenter, dat is ook emigreren, ben ik helemaal met je eens, want je gaat tenslotte in Ierland wonen. Maar dat is van baan veranderen op internationaal gebied. Dat vind ik toch wat anders dan mensen die echt willen emigreren, omdat ze een aantal hele goede basisredenen hebben om dat te gaan doen. En een van die redenen, dat zijn zij zelf. En dat kan heel persoonlijk zijn. En dan is het heel moeilijk als je in een gezin zit. Want wil dat hele gezin dan jouw droom volgen? Kun je ze overtuigen dat die veranderde levensstijl voor iedereen in dat gezin een goede oplossing is? Waar mensen een beetje omheen kijken als ze in de beginfase van emigratie staan, is: wat ga je dan doen in zo'n land? Heel veel mensen denken: ik begin een restaurantje of een bar of een bed and breakfast. Vooral de bed and breakfast. Dat is heel erg. Bijna iedereen die je spreekt wil een bed and breakfast in Spanje, in Frankrijk, in Italië. Maar er zijn andere dingen die je kunt doen. Er zijn andere vormen van emigratie. Kijk maar naar mij. Ik woon niet op één plek. Ik zwerf over de wereld. En je kunt ook kijken of je op een andere manier in een land aan de slag kunt. Ik ken bijvoorbeeld iemand die is gids geworden in Spanje of in Italië. Fietstochten door de stad, weet je, dat soort dingen. Je kunt andere dingen doen dan wat je ziet op tv in programma's zoals Ik Vertrek, waar toch de meeste mensen wel een hotel of iets in hospitality gaan doen. Al die dingen moet je voordat je gaat emigreren heel goed op een rijtje zetten. Eigenlijk moet je een soort balans maken van je leven, als je je emigratie goed succesvol wil laten worden, een soort balans maken van je leven met je sterke, je zwakke punten, je financiële draagkracht, maar ook je financiële mogelijkheden in het buitenland. Ten slotte ga je waarschijnlijk je baan in Nederland opzeggen, dus ja, hoe ga je dan de rekening betalen in het buitenland en is dan een baan in de hotelbranche of in de horeca wel zo'n goed idee? We hebben allemaal gezien hoe kwetsbaar een pandemie een bedrijf kan maken in, ik noem maar wat, Airbnb of een hotel of wat dan ook. Als de wereld opeens op slot gaat. Dus toerisme is een hele kwetsbare branche. Je moet dan enorm veel financiële backup hebben om dat te kunnen overleven. Het is dus helemaal niet zo verkeerd om in die aanloopfase van emigratie te kijken naar: wat zijn de mogelijkheden? Wat heb ik nu? Wat heb ik nodig om daar gelukkig te zijn? En dan niet alleen het minimale,
Want in je hoofd verromantiseer je het. In je hoofd kun je voor je gevoel de hele jaar wel in een tentje of een caravan leven. In de praktijk is dat anders. En misschien niet eens toegestaan in het land waar je naartoe wil. Dus maak een goede balans van wat je nodig hebt, wat je hier hebt, waarmee je gelukkig bent, wat je nodig hebt daar om ook gelukkig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan contact met familie en vrienden. Hoe ga je dat doen? Ga je ze missen? Kun je zonder familie en vrienden? Of zit je dichtbij genoeg om even heen en weer te gaan voor feestjes, bruiloften, verjaardagen, noem maar op? Ga je skypen of facetimen via WhatsApp of wat dan ook? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je doen als je naar een andere tijdzone gaat? En hoe ga je overleven in een andere cultuur? Op mijn website livingholland.com schrijf ik heel veel over emigratie. Vooral uit mijn eigen ervaring, omdat ik het zelf gedaan heb. Maar ook om mensen te helpen om dat denkproces in hun hoofd over emigreren in goede banen te leiden. Want we kennen allemaal wel die afleveringen van ik vertrek en dan zitten we op de bank. Een glas bier erbij op de tafel en een zak chips open. En dan weten we zo goed hoe het beter moet. En hoe het anders kan. En ik weet zeker dat ik mensen met Facebook en op YouTube heb die met mij meekijken. En die denken, zo, dat doe je dom. Jeetje, Mina. Iedereen heeft zo zijn eigen talenten, gaven en invloedsvermogen hoe emigratie eruit moet zien. Ik heb een boekje geschreven om je te helpen dat allemaal in kaart te brengen. En een goed soort van emigratieplan, bedrijfsplan te maken zoals je wil, om je emigratie tot een succes te maken. De link voor het boekje, wat overigens heel goedkoop is, vind je in de tekst onder de video, inclusief de link naar de rubriek of categorie emigreren op de website livingholland.com. Ik ga nog een paar podcasts maken hier over het onderwerp. En voel je vrij om een abonnementje te nemen op mijn kanaal en op de bel te klikken, zodat je een update krijgt als ik een nieuwe video upload. Je mag commenten, reageren. Ik beantwoord korte, simpele vragen hier op het YouTube-kanaal of op mijn website livingholland.com. En voor die mensen die Engels spreken, je kunt ook op mijn website kijken, floatingcoconut.net, waar heel veel staat over emigratie, maar dan in het Engels. Nou, ik hoop dat ik een klein beetje verteld heb over wat de basis en het verlangen voor emigratie zijn. En dat jij zo verstandig bent dat je in ieder geval een goed plan maakt voordat je gaat emigreren. En niet zomaar op dat fantastische vakantiegevoel van 3 weken Côte d'Azur of waar je ook maar geweest bent, besluit om je hele leven en misschien wel dat van je gezin om te gooien. Ik zie je graag terug bij een van de volgende podcasts. En ik zou zeggen, kijk eens rond op mijn website en op mijn YouTube-kanaal. En doe er je winst mee. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.